Ja, daar ben je wel blij om, denk ik. Zo'n rare slurven uh, in je tangeltjes. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk die we kijken naar een nieuwe Sims 4 aflevering. Wij hebben natuurlijk de Sims weer de benodigde opdrachtjes gegeven. om natuurlijk alle doelstellingen weer te kunnen behalen. En deze keer is de doelstelling dat wij Pingu, haar eerste ja, werkdag als het ware. als bonenblender, dat we dat goed laten verlopen. Maar dan moet ze natuurlijk eerst nog wel eventjes ter huiswerk maken. Daar is ze net mee begonnen. Idem dito voor Pingy. Alhoewel, ik heb geen idee wat je. Oh, je gaat naast mij zitten, juist werk maken. Ik vind het helemaal prima. die is lekker op de achtergrond aan het koken. Mijn karakter is even programmeren aan het oefenen. Want die promotie moet er nou nu toch eens wel een keertje aankomen. Tikke het groene aan. Dus het zou gewoon goed moeten komen. Dus ik ben heel benieuwd wat alles uh, gaat brengen. Oh, ja, jij moet trouwens ook je huiswerk gaan maken. Dus als jij even lekker die wenteltefjes in je make-up gedawd, dan kan je even aan je huiswerk. Oké, okay, dat ga je letterlijk daar doen omdat daar natuurlijk de bord staat. Gotcha. Bitch! Was het smerig? Vieze nasmaak. Yo, het waren wenteltefjes van je moeder. Wees eens even wat dankbaarder. Pingu heeft er huiswerk af. Oh my god. Jij bent altijd zo fucking stipt met je huiswerk. Geen afleiding of wat dan ook. Het is gewoon ervoor zitten en je doet het. Pingu daarentegen, dat is weer zo'n klootzak geweest. Die is gewoon nou, even andere dingen gedaan. Oké, okay, zodra mijn karakter klaar is, nou is hij nu met programmeren. Dan gaan we eigenlijk deze kamer gaan we ombouwen tot een studeerkamer. Dus dat betekent om daarmee te beginnen het bureautje erin. Nou dan kan er nog natuurlijk altijd dat ene stoeltje ernaast, want dat is gewoon gezellig. De stapel met harde schijven op de grond daarnaast. Geo benden doen we ook gewoon hier. Oké, okay, die uh, behang gaan we wel eventjes vervangen, want dat is natuurlijk niet echt een rustig denkpatroontje. Ik bedoel, penguins, schattig, leuk, helemaal leuk, maar die hebben we uiteindelijk, heb ik die hier neergesplakt. Dus uh, ze zijn nog aanwezig. Ik denk dat dit wel een mooie kleur is voor deze kamer. Oké, okay, dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Wat kan er nog meer in deze kamer? Een boekenkast wellicht. Of nog meer gaming gerelateerde dingen. Dat kan natuurlijk ook. We kunnen ook gewoon hier deze fucking gaming mat in één keer hier neerknallen. Misschien in de toekomst. We zouden er bijvoorbeeld ook nog, weet ik wel, een schaaktafel bij kunnen zetten. Maar daar zat ik eigenlijk meer aan te denken voor deze gewoon globale ruimte. Want hier hebben we ook al een, uh, een speeltafel. Dan zouden we bijvoorbeeld deze lege ruimte kunnen opvullen met een schaaktafel, bijvoorbeeld. Nou ja, daar komen we later in ieder geval nog mee. Dit is in ieder geval de huidige status. Pingy, jij moet aan je huiswerk. Ga je gang. Op jij je huiswerk al af, want jij ging opeens ook zomaar verplaatsen. Nee, blijkbaar niet. Verder aan je huiswerk. Dan pas mag je alles weer doen wat jouw hartje begeert. Devony mag weer eigenlijk in vuilnis duiken door een veelvraat te zijn. Klik op vuilnis om erin te duiken. Vuilnisbak is leeg. Is er nog ergens vuilnis waar ik in kan springen? E eten opduiken. Oké. Okay. Waag dit serieus niet om tegen Devony te zeggen, want die wilde dit expliciet niet hebben. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe het eruit ziet. Vind je wat? Zit er wat in? Oh god, ik kom met een zakje vuilnis aan. What the fuck is dit? Daphne heeft wat voedsel gevonden in deze vuilnisbak. Het ziet er nog redelijk eetbaar uit. Husselhavermout. Gehusseld <laughs> door Daphne Penguin. <laughs> oh my god. Mijn karakter schrikt er ook gewoon echt oprecht van. Die zit echt... What the fuck ben je aan het doen? Nou ja, whatever. We gaan een beetje aan ons lichaampje werken, want... Wij hebben in ieder geval alle kennis opgedaan om uiteindelijk een promotie binnen te krijgen, dus... Laten we maar hopen dat dat de juiste kant op gaat. Definitely was in ieder geval begonnen met een schilderij. Gelukkig maar, want we hebben echt weer geld nodig. Wat ga je doen? Ga je nou serieus extra werk doen? Je hebt net je huiswerk gedaan. Je hebt alle mogelijkheden en dan ga je extra werk doen. Renske heeft ook de huiswerk af. Way to fucking go. Pingy heeft ook de huiswerk af. Way to fucking go! Dan gaan we jou even gewoon vetmesten, Pingy. Want het wordt echt tijd dat jij even goed uh, op gewicht gaat komen. Hup, taco naar binnen. Daarna een bord spaghetti naar binnen. Dan moet daar gewerkt worden. Oh shit, die kinderen moeten naar bed, joh. Het is heel leuk dat je extra werk gaat doen, maar uh, dit is niet uh, de timing. Pingy, stouw eigenlijk nog maar één bordje naar binnen en dan uh, mag jij naar bed. Zeg, hoe staat het met het schilderij? Is die uitstekend? Die is uitstekend. Oh mijn god! Dat, dat hoeft nou, kon gecensureerd worden Verkouven mijn jongen uh, Mijn dame Nog een keer zoenen Nou ze hebben wel zin hoor Weet je wat Als jullie zo'n zin hebben Doe dat ojaatje maar hoor Dan gaat die sociaal die knalt omhoog Moet je opletten naar die balk hè Hopsakee Boom jongens Vreugde sociaal Prachtig Ja dat was een mooi ojaatje jongens Plezierige voldoening door een goede oh ja. Ik, ik, ik blijf het gewoon hier. Dat potje oh ja was bijzonder memorabel. Ik blijf het gewoon een geinig tekst vinden. Degene die dat heeft geschreven bij de Sims. Goede woordkeuze. Heb je leuk gedaan. Ik kom eraan. Laten we even lekker gezamenlijk gaan eten. Dit is ook al gelijk een suggestief gesprek, weet je. Het is gewoon echt gelijk. Laten we iets doen. Iets funzigs met elkaar. Wow, Renske, wat de fuck kom jij doen? Ben je uitgeslapen? Nou, als je er dan toch bent, pak maar een portie. Kom erbij. Gelijk wordt die radio weer aangezet. Ik, ik zet hem uit. Even kijken hoe lang hij uitblijft. Want hij gaat elke keer zo wonderbaarlijk magisch aan in één keer. Vervelend. Hier, en hij is weer aan hoor. Tuurlijk. Nou, jij hebt wat plezier nodig. Wat, wat is. Waar, waar hou jij nou echt je plezier aan uit? Volgens mij aan fitnessen toch? Ja, fitness is bijna niveau 2. Go, go, go. Boksen. Fucking radio ook elke keer. Hup, pakketje, niet voor twee hoor. Wat, Def, wat the fuck ben je aan het doen? Wat? Wat doe je? Yo! Waar ga jij in godsnaam naartoe? Ga je dit, wat hier staat, ga je... Wat? Waarom lag hier een stukje vuilnis? Waarom ga je alles opruimen? Wat the fuck? Nah. Pingy moet over een uur ongeveer naar het werk. Oh, deum. Ja, dat krijg je natuurlijk als je zo'n ochtendbaantje uh, hebt. Blassen, go, 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 go. Je moet. Oh my god, je moet al zo snel heen. Smikkel wat naar binnen. Kom op, kom op, kom op. Nee, fuck, fuck die knuffels met je zus. Het is de eerste werkdag en je komt al gewoon een half uur te laat. Don't give a shit. Ja, wordt al gelijk gebeld. Te laat voor werk. Yo, fuck you, man. Goedemorgen. Ben je al wat dikker geworden? Nope. Oh, nieuwe bonen. Pingy is vrolijk haar favoriete blends aan het maken. Javel leuk en pleurtje. Als ze een nieuwe bonensoort in de levering opmerkt. Ze ruikt eraan en kan karamel toetsen en heerlijke onderliggend aroma onderscheiden. Er is geen label. Moet ze een pot zetten of ze met iets anders proberen te mengen? Ik weet niet. Eh. Uh, uh, zetten? Mengen? Zetten. Niet geschoten, altijd mis. Pingy zet nog wat meer koffie met de geheimzinnige boon. Noemt het middernachtmagie. En plakt een sticker op met biologisch op het bordje. Alle klanten bestellen hun kopje en raken niet uitgepraat over het feit dat koffie zo uniek en bijna pittig is. Als een manager na de pauze terugkomt, neemt hij een slok en veegt het bord af. En schrijft er cafeïnevrij op. <laughs> Oké. Okay. Prestatiegroei klein. En de kinderen moeten zo direct naar school. Pingy heeft 77 verdiend. Way to go! Ochtendbaantjes. Nou, de kinderen zijn in school. Hartstikke mooi. Wie, wie gaat die promotie behalen? Nou, Renske waarschijnlijk. En van die andere knakkers, ja, die zitten al op een 10, weet je. Dan kan je niet echt hoger. Nou, ik ga naar mijn werk toe. Alsjeblieft, Don. Haal die fucking promotie. Het wordt echt eens een keer tijd. Ik zit al veel te lang op ontwikkelingsleider. Ik wil gewoon extra money. De les runnen. De docent moet even het klaslokaal verlaten om met een ouder te praten. Dus vraag Pingy om de les even over te nemen. Moet Pingy zich aan het lesplan van de docent houden of iets leuks doen en makkelijks met haar klasgenoten? Aan het plan houden is voor je cijfers en je schoolprestatie goed iets leuks doen. Dan krijg je sociale status mee. Dan krijg je cojones, weet je. Dus ik zeg iets leuks doen. De leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad. Maar de docent geeft later een onverwachte overhoring waar niemand zich op had voorbereid. Ondanks alle pret die de leerlingen hebben gehad, nemen ze Pingu het drama van de overhoring, overhoring kwalijk, prestatiedaling klein. Boeie. Oké, okay, dat je wel beschaamd bent voor echt acht uur lang, dat is wel kloten. Maar de rest boeit niet zoveel. Oh my god, luchtballonnen! Hey, 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 wat moet dat? Erika de Wit. Oh! Uh, blijkbaar hebben we jou al eens eerder over de vloer gehad. Prima, Jima. Komt u maar. Oké, okay, wat zullen we eens doen? We, uh, heb je anders zin om een potje te kaarten? Ja, tuurlijk heb jij zin om een potje te kaarten. Wie heeft er geen zin in een potje kaarten? Daar hebben we hem weer hoor, die gladjakker. Ik ben jou al eens eerder tegengekomen. Je steekt zomaar over terwijl een zebra hier is. Jij, oh, jij, jij, bent, jij bent echt een ongelofelijke hoor. Weet je wat, Erika? Devony is moe. Dus ik ga je vriendelijk verzoeken om weg te gaan. Dat is toch niet zo verkeerd? Nee, nee ge geen minpunten, alsjeblieft. Doei Oké, okay, je neemt de achterdeur. Oké. Okay. Cijfers zijn gestegen. Renske heeft hard gewerkt. Heeft nu een 8. Subliem. Goed gedaan. Jij mag gelijk weer verder aan je huis werken. Want jij bent de enige die nog uh, een beetje groen eruit ziet qua status. Die anderen zitten gewoon echt compleet. Ah uh -uh. Die hebben plezier nodig. Dus Pingy, ga jij maar even lekker achter dat computertje zitten. Pingu. Shit, uh, ga jij met tv kijken. En dan komt uiteindelijk allemaal weer alles goed totdat Papa Don thuiskomt, want die moet natuurlijk de computer gebruiken. Hier, het is gewoon onmogelijk. Al staan je, al staan je prestaties gewoon echt al op 10. Wat voor zin heeft het dan nog om je huiswerk te maken? Geen. Volgens mij niet. Volgens mij boeit het echt geen ene reet meer. Maar ik doe het alsnog. Het is gewoon een gewoonte geworden inmiddels. Ik heb geld verdiend en fucking nog steeds niet. Nog steeds de promotie niet. Het vinkje staat erbij, maar het is gewoon nog steeds niet. Renske heeft in ieder geval de shit compleet. Hartstikke mooi. Weet je wat? Ga jij anders maar gewoon even eten koken. Kan jij dat? Tosties? Wow, tosties zijn lekker. Are you kidding me? Ik begin met werken en een fucking blue screen. Tosties zijn klaar. Wow, bij jou staat alles in het oranje. Oké, okay, ik ga er alles aan proberen te doen om dat allemaal weer groen te krijgen. Geef mij een klein momentje om dat te fixen, mijn jonge dame. Ja, je bent super ongemakkelijk, ik weet het. Geef me gewoon even een momentje om het op te lossen. Dan komt alles weer goed, let maar op. Ja, Pinky is deels weer in orde. Als jij dan eventjes kan schoonmaken, dat zou echt super, uh, super awesome zijn. Dankjewel. Jullie schamen elkaar niet meer voor elkaar. Oh my god, ze is in slaap gevallen in bad. En je bent er gewoon niet schoner door geworden. Fuck. Hoe gaan we even zo snel jouw plezier omhoog werken? Ja, ik zit nog achter die computer. Erna luisteren. Ga maar naar Pop luisteren. Dat werkt veel te langzaam. Oh my god. En het plezier is zo laag van iedereen. Daar moet iets aan gedaan worden. Ik denk dat het tijd wordt voor een slablet. Een, sl een slablet. Gewoon een tablet voor iedereen. Let's go try it out. Jij een tablet. En jij een tablet. En jij een tablet. Nou, dan zijn jullie qua dat, als het goed is. Tenminste, ik heb geen idee hoe zo eentje werkt. Maar ik hoop dat het goed werkt spelen, chatten, livestream, gaming bekijken, e-book lezen. Damn, je kan echt heel veel op dat ding. Oh, Daphne stond voor de deur. Hulle. <laughs> gaat ook gelijk weer dansen, hè. Dat, dat is toch gewoon het ding. Waarom ben je boos? Oh, je hebt plezier nodig. Oké. Okay. Jij gaat even dat bonsaiboompje uh, vormen. Dan ga jij even een spelletje spelen. Hoe snel gaat dat erbij? Dat gaat er nog goed bij ook. Dat is een fucking awesome tablet. oké, slapen. K waarom heb je dat fucking brokkie klei trouwens nog steeds vast? Ik bedoel, ik weet dat jij aan het kneden bent, maar dit is gewoon echt waanzinnig, weet je? Oh, en dan leg je het kleidje op het grond. Oké. Okay. Oh shit, ik zit nog steeds te programmeren, joh. Oké, okay, ga maar slapen. Ja, werk over een paar uur. Oh my god, jij bent zo doodop. Kan ik niet gewoon even een, 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 een cadeautje of zo? Ja, dat je instapt, pret. Ja, dat boeit me niet, maar. Slaapvervanging hier. Vervult onmiddellijk de dinges. Oh, wacht eens. We hebben 2100 punten. Ondernemende Sims maken gedurende hun carrière meer kans op promotie. Dat is ook een goeie. Marketeerbare Sims kunnen voorwerpen die ze hebben gemaakt voor meer Sims dollars verkopen. Volgens mij werkt dat ook op schilderijen, maar dat weet ik niet zeker. Nou, deze doe ik in ieder geval voor mezelf. Devje, hoeveel punten heb jij? 1700. Oh, wacht hier. Creatieve visionairs hebben meer kans op het schrijven en schilderen van meeste werken. Dus nog 2000, dus dat is nog 230 punten moet jij nog hebben. Oké, okay, wat wil je doen? Jij wilt programmeren oefenen. We gaan gewoon alle punten. Gaan wij gewoon bij jou erbij proberen te krijgen. Hoppa, hoeveel punten zijn dit? 10 punten. Een maaltijd koken, heb gelijk de volgende. Knoflokpasta, go. Pingu moet over ongeveer een uur naar het werk. Oh Jesus, hij staat er echt. Waarom is je plezier nog steeds geel? Maar hij staat zo ver dat hij eigenlijk groen had moeten zijn. Dat is raar. Eten snel die toast die er binnen en dan kan je nu naar je werk. Go, 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 go. Straks heb je weer een boze baas aan de telefoon en dat moeten we niet hebben. Nieuwe bonen. Dit is exact dezelfde die we net hadden. Dus zet maar weer. Prestatiegroei klein. Altijd goed. Altijd mooi. Serieus, kan je niet gewoon school. Ditje. Is het niet gewoon van. Yo, fuck it, ik stop ermee. 82 heeft ze verdiend. Doe je goed. Ik zweer het, het moet echt weer eens weekend worden voor die kinderen. Want dit is echt een drama. De een is gespannen, de ander heeft gewoon een kut leven. De een werkt, weet je. Het is gewoon allemaal scheisse. Hier, ze komt toch enorm slaaptekort, joh. Oh, jongens, toch. Kijk, jij wil gaan zwemmen. Oké, en kip blablabla bereiden. Alhoewel, die kip die levert meer op. Kookvaardigheid. Waar is de kip? kip sam tim was het ja, Saltimbokka. Maak maar enkele maaltijd. Who gives a shit? Zolang het maar snel gemaakt is. Come on, Don. Haal die promotie. Ook al is je plezier er niet naar, je trekt er niet naar, alles. Werkboek van Rivaal. Deze hebben we ook alles gehad. Uh, deze gaan we gewoon teruggeven. Eigenaar is blij uh, terug te zien. Nodig pink bij haar huis om een keertje te komen te studeren. Wil niet op oneerlijke manieren Wijze voortgaan, maar liggen prestatiegroei klein. Oh god, anti-peststrategie. Nu Renske best wel goede cijfers haalt, hebben een paar pestkoppen het op haar gemunt. Fuck de mensen die pesten om cijfers. Ik hoop echt dat je bij de McDonald's gaat werken. Moeten ze de pestkoppen confronteren met, hun met een gevat antwoord, of hun negeren en hopen dat ze hun pijlen snel op iemand anders richten? Confronteren is eigenlijk wat ze willen, dus ik zou negeren. Ook al is confronteren en dan gewoon echt vuist in hun gezicht of zoiets, dat is gewoon de snelste manier. Maar ik denk in het spelletje: negeren. Er is aardig wat zelfbeheersing voor nodig, maar het werkt om de pestkoppen te negeren. Uiteindelijk verliezen ze hun interesse. Zie je? En kiezen ze een ander doelwit. Renske voelt zich wel een beetje schuldig ten opzichte van het andere arme kind, maar ja, op school gaat het nu eenmaal hart tegen hart. Dat klopt ook. Dat is helemaal waar. Openlucht studeren. De docent kon aan dat de leerlingen buiten mogen studeren, dus buiten spelen. Die ken ik nog wel. Na een half uurtje pret met vrienden voelt Pingu zich weer fris genoeg om aan de slag te kunnen gaan. Het lijkt alsof haar brein beter functioneert na een beetje afwisseling. Die hadden we de vorige keer ook fout gedaan. Dus uh, ik, ik ben blij dat die nu goed gegaan is. Even kijken, hier staat ook verzamelmonster voor microscoop. Maar ik heb geen microscoop. Dus wat wij gaan doen: microscoop zien te, neer te zetten. Ja, jezus. Waarom moet dat ding nou echt zo fucking groot zijn? Oké, okay, ik zet hem al neer. Waarom moet het LEL nou weer zo fucking groot zijn? Ik ben ook echt benieuwd hoe dat ding werkt. Oké, okay, je loopt door de muur heen. Oké, okay, je loopt weer door de muur heen. Whatever, man. Ik geloof het wel. Wow, 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 The fuck, dude? Ja, daar ben je wel blij om, denk ik. Zo'n rare slurven in je tangeltjes. Wat heb je ervan geleerd? Het nauwkeurig onderzoek van Devony heeft uiteindelijk haar spectaculaire resultaten opgeleverd. Een print van haar ontdekking is aan haar inventaris toegevoegd. Oké, okay, maar dit ding staat helemaal de verkeerde kant op. Dus ik doe het wel zo om. Denk ik hoor. Is dat, kan, kan je er, ja, nu kan je er nog uitkomen ook. Oké, okay, je hebt iets in je inventaris. We hebben hier blauwe biologie. Zeldzaamheid, gewoon. Ik hang hem gewoon hier en dan vind ik het prima. Oh my god, promotie. Oké, okay, daar hebben we hem. Een tak voor Don Meneer selecteren. E-sports deelnemer of start-up ondernemer. Gepromoveerd tot e-sports deelnemer. We hebben een stapel cd's gekregen. Woepie die Heel gespannen, oh my god. Wanhopig om plezier. Heeft even pauze nodig. Stressvolle werkdag. Dude, je hebt promotie gehaald. Who gives a shit? Waarom krijg je er geen plezier van bij als je een livestream van gaming aan het bekijken bent? Wat? Dat vind ik zo stom. Ik bedoel, al kijk ik een livestream, dan word ik entertained. Dan is mijn plezier hoger dan normaal. I don't get that. I don't get that. Nou, en zo ligt iedereen weer eventjes in zijn bed. En dan vind ik het weer prima voor deze keer. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims aflevering. Elke zondag om 8 uur 's avonds komt er weer een nieuwe aflevering. Dus graag tot de volgende keer. Doei! doei!